Ik ben Hans Zweep, lijsttrekker van de nieuwe partij Burgerinitiatief Tilburg, afgekort BIT. Achter mij ziet u de druiventros in Berkelenschot, maar liefst 18 kilometer van de racehof. Dit geeft nog eens aan dat wij echt een partij zijn die Tilburg breed inzet. BIT wil schoolzwemmen opnieuw invoeren. Niet alleen voor de veiligheid van onze kinderen, maar sporten is goed voor onze jeugd en een sociale cohesie. Ook willen wij de meedoenregeling verhogen, zodat arme kinderen kans krijgen om te sporten. Wij vinden dat de gemeente moet investeren in technische voorzieningen voor ouderen, zodat ze gecombineerd met goede thuiszorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. BIT wil zich meer inzetten voor de veiligheid, meer politie op straat en meer prioriteit voor de buurtpreventieteams. BIT wil niet regeren vanuit een ivoren torentje, maar wil dat wethouders hun kantoor houden in wijken en dorpen, zodat de afstand tussen burgers verlaagd wordt. Tevens menen wij dat er meer geld en energie in Tilburgse wijken en dorpen gestoken kan worden. In het centrum kan het echt wel een tandje minder. Er is maar één conclusie, stem daarom op een Tilburgse partij.